daar zitten we. Ja. Ja, volgens mij, als jij je stoel ja, iets naar mij toe, ja. Is het niet ja. dat ik heel... Okay. Maar volgens mij, ja. Nou, volgens mij zijn we er allemaal. Dus ja. Ja, ik denk dat als mensen wat te vertellen hebben, doen we dat dan vooral. Ik hou de comments wel even bij, of jullie willen gewoon even kijken. Maar ik wil even aankondigen, Pieter van der Venne! Ja, goedemiddag. Dat moet ik even onthouden, een applausje. Dat is misschien wel leuk. Ja, ja, dat je een groot applaus krijgt. Dat kan ik namelijk weer regelen. Dat gaan we doen. Ja. Hey Pieter, welkom. Ja, dank je. We hebben om mee te beginnen, ja, dus weekend. Ik heb twee soorten bier. Oh, ja. En dit is, heeft Maaike, mijn vriendin, opgehaald. Die zei, je moet Super Caddix. Dat is een soort heldenbier. Heldenbier. Ja. Dat is belangrijk. Of we hebben de Affligem. Ja. De blond. De blond. Nou ja, ik had tegen jou van tevoren gezegd, ja. Affligem vind ik wel lekker. Maar ja, nou helden, ik denk, ja, het past wel een beetje in het programma. Ja. Dus, zullen we dat gaan doen? Niet dat ik mezelf als held zie, maar toch. Nou, ik vind, jij bent een heldhaftig persoon, hoor. Dat is, vooruit dan. Nou, dan gaan we daar eens even doen. Ja. De heldhaftig. Het mag, het is vrijdag 5 uur. Het is hartstikke vrijdag. Dus hoppakee. En hoppakee. En ja, ik ben benieuwd hoe die is. Ik ook. Nou moet ik ook zeggen, dus meteen de allereerste uitzending. Maar we hebben, dit is het bierglas, dus niet echt een bierglas. Dus ik hoop dat Rick Kempen van Bier & Co. of Marco Philipsen van Mitra. Ja, Primula Laan 2. Dat is, ik leg de, dus ja, hier mag de kratjes bier. Met glazen. Met glazen. En ik maak dan echt schaamteloos reclame voor jullie bedrijf. Want ja, ik bedoel... degene die betaalt, die bepaalt dan. Oh, dat is niet echt ook een mooi schuim krijgen. Dat is echt een beetje lachen. Ja, toch? Ik probeer nou eens even met wat geweld. Het is helder bier, dus het gaat nooit zonder. Nee, kijk, deze mag jij hebben, want dit is... delen gewoon de flesjes, denk ik, Pieter. Oh, ja, joh. Toch? Nou, even kijken, dan ga ik even... Ja, dat is een beetje jammer dit, hè? Nou, proost. Hè? Ja, proost, hè? Dit is echt goed een weekend of zo. Ja, goed weekend. Dus een klein, heel klein vingertje schuim dit. Zo. En? Ja, een beetje, hoe heet dat? Een beetje citrus grapefruitachtig. Ja, nou, je het zegt. Lekker. Ja, citrus grapefruit bier, inderdaad. Ja, staat dat er ook op? Is een IPA of hoe heet dat? Dat zou best kunnen, maar dat is het niet. Maar het is wel lekker. Het is wel lekker. Maar ja, dat heb ik wel. Maar ja, is wel meer soorten bieren. Ja. Simultaan. Met twee dat zijn wij een beetje. Simultaan met twee giststammen. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Gelaagd gehopt. En uit drie continenten. Nou. Uit Antwerpen. Ja, nou. Moeten we dan naartoe een keer. Ja, precies. Hey, ik heb ook kaarsstengels. Dus we kunnen een compleet feestje maken. Hey, we hebben, ik ga je eens even introduceren. De gast van de week. Dat ben jij. Ja. En jouw collega. En Assurantie Plushuis. Ja, precies. Kun je daar iets over vertellen zonder dat mensen in de slaap vallen? Ja, dat hoop ik wel. Want dat gebeurt natuurlijk normaal bij verzekeringen sowieso. Ja, hè? Ja, totaal precies. Niet interessant. Nee. Maar wat wij gedaan hebben is... wij kwamen zo zeg maar de afgelopen 10 jaar er steeds vaker achter dat advies, en dan met name op vanuit risico bedacht, dat het eigenlijk steeds meer op de achtergrond verdwijnt. Dus grote partijen als verzekeraars, maar ook hele grote adviseurspartijen. Ja. Ja, daar gaat het eigenlijk vooral natuurlijk om het rendement. En dat doet het bij ons uiteindelijk natuurlijk ook. Ja. Maar dan is er eigenlijk steeds minder tijd voor het echt advieswerk. Ja, ja, ja. Want alles moet zo snel mogelijk in vaste pakketjes gedouwd worden, zeg ik dan even. Maar waar blijft het maatwerk dan? En weet dan die klant echt wat hij krijgt? Ja. Nou, ik denk het niet. Nee. Nee. En wij denken van niet. En vandaar dat we dit gestart zijn. En dit is niet onopgemerkt gebeurd. Nee, ik wil net zeggen. Dus het gaat echt, echt goed. Ja. Ja. Jeetje. En hoe dat we dat doen, want we doen dat dus anders. Ja. We doen het anders dan de meeste anderen. Ja. Ja, dat val je ook niet op natuurlijk. Maar wij benaderen niet vanuit productoplossingen, maar wij benaderen dus echt vanuit het inzichtelijk maken van wat zijn nou risico's? En wat kun je doen, met name vanuit preventie, om die risico's eigenlijk al te beteugelen of zo klein mogelijk te maken. Ja. Want in dat geval, vaak uit het goedkoop, maar ook nog eens een keer, als je dat dan voor elkaar krijgt, heb je helemaal geen verzekering nodig? Nee, precies. Dan nou, is het alsnog rendement, maar dan voor de klant. Hey, en eigenlijk, jouw collega staat naast je. Ja. Dat is even leuk. Dit is, wat is zijn Marcel. Naam? Marcel. Marcel en Pieter. Ja. Ja, wat goed, man. En het is in feite een bedrijf als derde in de rij. Ja.
We hebben ook een makelaarsbedrijf. En dat is Janssen Makelaars. Okay. Dat bestaat al 55 jaar. Daarnaast Hypotheekhuis Elst. En dat is een jaar of 8-9 geleden opgestart. Ja. En Asserans Plushuis. Ja, bijna een jaar. Oké, dus en als mensen met jou een kopje koffie willen drinken, dan kunnen ze gaan naar deze website. Ja, asserandsplushuis.nl. Ja. Denk om de UY in plaats van... Dat is belangrijk. Ja, deze, de UY, inderdaad. Ja. Ja. En dan... en jij hebt ook een andere, een blowjob. Proost. Ja, dat is... want jij kan heel goed... ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren trouwens, maar jij kan heel goed de saxofoon spelen. Nou ja, ik doe het al wat langer, zeg maar. Kunnen ze erbij pakken, jouw saxofoon? Kan wel. We gaan, dit is wel heel gaaf. Ja, nou. Nou, dat kan ik wel. Ja. Kijk, ja, dat wil zeggen erbij pakken. Erbij pakken. Kijk, ja. Dit is hem. Dit is hem. De saxofoon. Mensen het zo een beetje kunnen zien. Oh, cool. Is, ja, zo. Kun je eens een stukje erop blazen? Lukt dat vanaf hier? Want het is natuurlijk wel een... Want je was net aan het oefenen en volgens mij iedereen is uit het pand ook hier uitgevlucht. Nou, want ze dachten dat het brandweeralarm was, volgens mij. Nou, nog eens een keer. Nog een beetje ruimte. Ja, zo, ja, een beetje, ja, nee, absoluut. Nou, vooruit, hè. Een beetje herkent u deze melodie? Ja. Doen? Herkent u deze nog? Nog? Ja. Zullen we zeggen, dit is echt, maar wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, dus, en hoe lang speel je als saxofoon? Nou, dat doe ik al een paar jaartjes. Ja? Ik ben ooit begonnen toen ik een jaar of 6 was. Ja? Mijn vader en de rest van de familie trouwens, dat is allemaal muzikaal bezig. Ja? En toen werd eerst een trompet in mijn handen geduwd, maar ja, mijn vingers waren, dat beviel niet helemaal. Nee. Ik weet ook niet waarom. Maar in ieder geval, toen lag er nog ergens een saxofoon en toen ging het dan zo in die tijd van, alsjeblieft, dat is goed voor jou. Alleen mijn vingers waren tekort. Oh. En dat kon gewoon helemaal niet bij. Dus dat heeft even geduurd. Nou zijn ze inmiddels aangegroeid. Dus lang genoeg. Maar zo is het eigenlijk om. Dus een jaar of 6 vanaf. Wauw. Dus vandaar dat je het ook zo goed beheerst. Nou ja, goed. Absoluut. Er zit wel wat ervaring in. Ja, ik wil dat dus, doe het alsof het, dus echt ongelooflijk. Helemaal leuk. De saxofoon spelende verzekeringsman. Ja, zo of is daarmee dat. Tekort? Nee hoor, dat kan maar belangrijk, toch? Het gaat om inhoud, hè? Ja. Want wij kennen elkaar van de Business Club. Ja, BNI. BNI. En, of zoals ze in het Westen zeggen... BNI. Ja, maar en, we blijven lekker nuchter. Ja, we blijven precies. Dat, nou, hoewel. Ja, nou, misschien zeggen we dadelijk ook wel BNI, hè, als we deze op hebben. BNI. Ja, BNI. Hey. Ik zie iets... maar ja, daar kennen we elkaar van. We zitten ook met steun in het bestuur. Ja. En superleuk gewoon. En dit blijft altijd leuk om zo mensen te ontmoeten. Absoluut. Ja. Absoluut. Mooie club. Maar nou willen we wat meer van je weten. Oh ja. En dus we gaan kaart lezen. Kaart lezen. Hoe cool is dat? Ja, dus ik heb wat heb ik? Ik heb een kaart. Dat heet Openhartig. En dan gaan we eens een paar een kaartje trekken. Een kaartje trekken. Gaan we eens even kijken. Nou. Dat zijn er een heleboel. Ja. Ik ben ontzettend slecht in gokspelletjes. Ja, ja, dit is maar eigenlijk... wat is de vraag? Jezus. Voor jou, hè? Voor jou. Welk spel was in jouw jeugd populair? Was iets een rage? Ja. Jezus. Nou, 1940, wat was dat? Was voor oorlogs nog, hè? Nou, dat weet ik niet meer. Ah, jeugd, even kijken, spel. Nou, heb jij kom jij nog uit de tijd van de spelcomputers? Was dat toen al of niet? Jawel, maar ik heb nooit zoveel met spelcomputers. Nee, Dat is heel fout wat ik nu zeg. Ja, maar dat begrijp ik. Dus doe even een andere kaart, dat is eigenlijk leuk. Ja. Maar Monopoly? Ja, die wel natuurlijk. Ja, veel en kaarten, rikken en zo deden we. Oh. Ja,
En wil die altijd winnen? Of ja, zit het in jou? Ja. Ik wil altijd winnen. Dat ja. is niet zo moeilijk. Ja. Ja, kreeg je ook echt ruzie tijdens Monopoly? Nee, ruzie krijg ik niet. Want het is uiteindelijk maar een spelletje. Maar, ja, maar... ik baal er wel van als het elke keer een verkeerde kaart is. Of dat ja, is. Ja, 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 ja. Dus ja, ja. dan denk ik van nou, weet je wat? Laten we vooral morgen weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Maar kun je slecht tegen je verlies? Of, Nou ja, ik denk dat ik zakelijk, maar ja? ook met muziek, ja? als daar al over verlies gesproken ja? kan worden, dat ik daar slechter in ben. Ja, hè? Ja, dat, dus je bent wel competitief ingesteld? Nogal, ja. Ja, dat is mijn probleem. Ik helemaal niet. Oh, nee, helemaal nee. niet. Nee, ik vind het ook echt nooit erg om te verliezen. Ja, maar verliezen in de trant van, nee. stel ik heb een nieuwe klant of zo. Ja. En raakt me in gesprek en ja... die zit goed en we hebben alles bekeken en alles ja, wat die klant heeft. Ja, ja, ja. Dat is gewoon jammer van je werk. Ja, en van, nou ja, jammer. Ja, maar ja. Wie weet, want je hebt toch iets gewonnen. Ja. Dat is namelijk dat je contact hebt. Ja, precies. En wat nu niet is, kan morgen. Nee, nee. Maar met muziek bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik ben gewoon wel een vreselijke muzikant in die zin. Ja, we staan met een club van een aantal muzikanten. Ja. En als daar gewoon niet wordt opgelet of mensen hebben het niet voorbereid, zit ja, daar ben ik wel heel. Daar kan ik slecht in. Ja, ja. Nou, volgens mij, ik mis zo'n zo'n mannelijk agressief stofje. Oh, meer bier drinken. Ja, dat is het. Volgende nou, kaart. Volgende kaart. Even kijken hoor. Kreeg je als kind zakgeld en hoeveel? En wat deed je daarmee? Ja, wat deed je daarmee, Pieter? Nou, hoeveel het was, weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Nee? Nee, maar het zal een beetje gemiddeld geweest zijn. Nou, ik had eerst nog wel eens een passie voor fotografie. Ja. En dus ik maar sparen om een spiegelreflexcamera en een koffertje erbij en dat soort dingen. Ja, dat kon ik wel. Daarna heb ik, vakantiewerk en zo. Toen was ik dan weer enorm bezield met een soort van wielrennen. Echt waar? Dus, jazeker, dus heb ik een fietsje bij elkaar gespaard en zo ging dat. Doe je dat nog steeds? Wielrennen niet meer. Ik sport wel, maar wielrennen niet meer. Nee, waarom niet meer? Weet ik eigenlijk niet. Dat nee. komt er niet meer van. Nee, maar dat is wel... Ik moet het namelijk... Daarvoor deed ik ook aan wielrennen. Maar ik was niet zo heel goed. Oh. Ja. Nee. Kijk, maar dan zit er toch dat, dat strijdlustige in. Nee, juist niet. Dat was ook het probleem. Dat ik vergeet nooit meer dat we met een hele groep gingen we weg. Gingen we fietsen. En op een gegeven moment, iedereen wil door. En ik dacht van, waarom? Ja, ik had zoveel pijn. Waarom doe ik dit? En toen ben ik gewoon teruggefietst. Een hele groep verder. Maar ik dacht van, ja, en het erge is, dan voel ik me ook niet meer schuldig. Oh ja. Ja. Nou ja, dan goed. Maar je kunt ook je grenzen kennen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja. Ook een talent. Ja. Toch? Ja, en de Mont Ventoux heb ik wel gefietst. Oh, dat begin ik dus niet aan. Nee, hè? Nee. Nee, vond ik ook heel stoer. Daarom zeg ik dat ook heel vaak. Ik heb wel de Vierdaagse gelopen. Oh ja? Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, vorig jaar voor het eerst. In Nijmegen. Ja, uiteraard. Hangt jouw schoen dan ook bovenin? Want dat doen ze toch? Schoenen ophangen? Nee, maar het kwam toevallig zo uit. We zouden op vakantie, nou, sterfgeval in de familie en toen ging het allemaal niet door. En toen een vriend van mij, die liep hem voor de 24ste keer. Jeetje. En toen hadden we zoiets van, weet je wat, ik doe gewoon mee. Ja. Dus ik kon natuurlijk helemaal niet meer inschrijven. Dus ja, niet verder vertellen. Maar ik heb maar gewoon niet in de weg gelopen. Niemand die dit hoort, hoor. Dus echt, nee. Ja. Nee. Ik zit hier ook gewoon met z'n tweeën. En, maar ik heb wel uitgelopen. Wat goed. Ja. Ja. Maar dat is dan wel weer dat ik denk van, ja, maar wacht even. Als het aan het begin, dan wordt het ook succes. Want anders dan, of je lichaam moet opgeven. Ja, precies. Ja. Nee, dat is, jeetje, heb ik nog nooit gedaan. Lijkt me ook wel leuk. Ja, ja, de inschrijving is net gestart. Dus, ja, maar dan denk ik eerder aan 2020, 2021. Dan doe ik even het niet meer. Nee, dan moet ik mijn lichaam moet daar een beetje aan wennen, denk ik. Ja, dat zou zo maar kunnen. De laatste kaart. Laatste kaart alweer. Hiervan, ja, dus... Nou, weer gewoon in het midden natuurlijk. Ja. Even kijken. Kun je zwemmen? En van wie en waar heb je dat geleerd? Hoe oud was je toen? Ja, ik kan zeker zwemmen. Bij ons ging dat gewoon op lagere school. School zwemmen. School zwemmen? Jazeker. Wat heb jij? A, B, C? Ik heb A en B. Ah, wauw. Ja. Dat vind ik wel heel goed hoor. Ik heb alleen A. Ja, nou, ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om zelfredzaamheid in het water. Ja, ja, klopt. Ja, ik ben, daarom vermijd ik water ook. Oh ja. Daarom drinken we bier. Ja. Dat is ook op zaken water. Ja, precies. Ja. Nee, voor mij is het... A. Ik heb alleen A. En toen zei mijn vader, Jacques, als je A zegt... En dan zei ik, moet je ook B zeggen? En toen zei ik precies. En toen dacht ik, dat wil ik helemaal niet. Want dan moet je bij B, volgens mij, moet je duiken. Moet je iets opduiken. Ja. En dan, volgens mij wel. Ja. En mijn probleem was
dat ik ging duiken, dan kwam er water natuurlijk in je ogen. Ja, dat was geen fijn gevoel. Dus ik dook gewoon met mijn ogen dicht. Ja. Dus voor mij was ik al meters beneden, maar ik hoorde van mijn vader en moeder dat ik gewoon op het water bleef drijven met spartelende bewegingen naar beneden. Zo willen. Ja, nee, dus ja. Dat is, ik heb het wel geprobeerd, ja. Maar ook daar ontbrak mij de motivatie om... Ja, om dat door even door te zetten. Ja, naar een goede kant, ja, hoor. Ja, ja. Ja, dus, maar wat goed, ja. A en B. A en B. Dus als ik verdrink, dan kun jij mij redden. Ja, reddingszwemmen komt pas na C, hè, oh, geloof ik. Echt waar? Nou ja, maar kan je wel redden, hoor. Wat is B? Wat is van B? Wat ja, moet je doen met idee. B? Je hebt met kleren aanzwemmen, herinner ik mij nog. En volgens mij moest je ook duiken, inderdaad. Maar C, dan moet je ook echt ergens volgens mij doorheen zwemmen en zoiets dergelijks. Dat alweer, was het, ja, doorheen zal weer, zwemmen. Zal weer ja. veranderd zijn, hè. Door maar, koepeltjes en zo. Ja. Ja. Ik weet wel dat je met kleren aan moest zwemmen. Ja. Ja, dat vond ik wel vervelend. Maar ja, goed. Ja. Damn. Nou, wat vond je hiervan? Dus, ja, je is met, allereerst, het is, jaar, hè? Is onverwacht natuurlijk. Onverwacht en open hart. Want er zijn nogal wat kaartjes. Ja, joh, er komen bij de volgende... Ja, joh, en ik heb nog zo'n spel. Oh. Dus ik heb de paarse en de oranje. Maar we beginnen even met wat is het verschil? Ja. Dus paars en oranje. Oh, zie dat? Het licht gaat uit. Maar nu zie je hoe sterk de techniek hier is. Ja. Want wij zijn nog steeds... wij zijn gewoon in beeld. Ja, dus... Ja, dat is... Dit is wel van dit kantoor. Ah. Ja, nu gaat het weer aan. Dat als we te veel stil zitten... Ja. Ja, dit wordt ook gesponsord door Weight Watchers. Ja. Ik moet gewoon... Ja, ik moet blijven bewegen. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan eens even door naar de agenda van... Wat ga jij deze week eigenlijk allemaal doen? Volgende week. Heb je iets... Iets speciaals bedoel je? Ja? Nou, ik heb een aantal nieuwe klanten waar ik naartoe ga. En een hele hoop af te wikkelen. Dus ja, hartstikke druk. Ja. Leuk. En sporten natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus, jeetje. Ja, ja, ik heb druk. Maar op een leuke manier. Het zijn maandag afspraken, dinsdag afspraken. Dinsdag ben ik de hele tijd bezig met het uitwerken van een website. Die vandaag helemaal is goedgekeurd. Ja, goed. Dus mijn laatste dingetjes. En woensdag BNI met afspraken. Donderdag heb ik ook iets, maar ik weet niet meer wat. Maar ook daar herinner ik aan een klant. Ja, precies, donderdag. Ja, maandagavond. Kijk, zet bij de agenda. Maandagavond heb ik een Facebook training. Kun je even kijken, www.ahtrainingen.com. Daar betaal je €149 voor. En dan krijg je niet alleen de Facebook training, maar ook de videotraining en een jaar lang forumondersteuning. Dus, maar dat heb ik maandag. En de maandag daarop, dan hebben we hier een gratis workshop. Oh ja, ja. Dat kom ik voor inschrijven. Van Erik, ja. Wat werkt voor jou? Kom je ook? Ja, ik denk het wel. Ja. Leuk. Ja, superleuk. Ja. Nou, dus absoluut. Nou, dus wordt een volle bak volgens mij. Volgens mij zitten we nu op 12. Aha. Nou, is toch heel top. En, maar volgens mij, we gaan voor de 24, want het is gratis. En ik ben ook heel enthousiast over wat zij doen. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik weet het natuurlijk wel een beetje, maar business workshop is dat toch... Altijd leuk. En ook voor je eigen ontwikkeling. Dus top. Ja. Hey, ik laat even een filmpje zien voor de Facebook training. En het duurt 2 minuten. Dus als je het saai vindt, moet je gewoon 2 minuten wachten. Moet je gewoon even naar de koelkast lopen, een biertje inschenken. Ja, gaan wij ook doen. Ja, is lekker, hè? Ja. Dan gaan wij nog even verder een biertje drinken. Ja. En dat zijn de Jacarino's. Maar we zijn terug naar de Jacarino's. Hi. Wij zijn de Jacarino's. En we hebben een Facebook training voor je samengesteld. Ik ben verantwoordelijk voor de videotraining, ik voor de live trainingen in Huissen en webinar. Webinar is een soort online presentatie. En ik voor het speciale Facebook forum voor al je vragen. En je leert tijdens deze gecombineerde training onder andere het volgende. Als mensen jouw website hebben bezocht, dan zien ze direct jouw product of dienst op hun Facebook tijdlijn. Adverteren op de tijdlijn van jouw beste klanten of prospects. Adverteren op de tijdlijn van de mensen die hele grote overeenkomsten hebben met jouw klanten. Hoe je een Facebook quiz maakt op jouw Facebookpagina. Hoe je een gave winactie maakt met bijvoorbeeld digitale kraskaarten of een foto-stemactie. Ik leer je met welk gratis programma je spetterende visuals kan maken op jouw bedrijfspagina. Ik leer je ook waar je inspiratie vandaan kan halen voor het schrijven van leuke Facebook-posts. Ik leer je ook met welke apparatuur je het beste een Facebook Live uitzending kunt organiseren. En weet je, zodra je de training hebt gekocht, kun je meteen aan de slag met de trainingsvideo's en meer.
Heb je de video's bekeken en je wilt graag nog een live toelichting? Kom dan naar onze live training in Huissen. Ik geef een 3 uur durende live training in Huissen, dus het Advertising Heroes kantoor. En lukt het je niet om naar deze live training te komen, volg dan mijn webinar, die online presentatie. En ik neem de videotraining met je door en is gelegenheid om vragen te stellen. En ik geef je tips en tricks. Heb je daarna nog vragen? Dan kun je de vragen stellen in het Facebook forum. En ik of de medecursisten beantwoorden dan je vraag. Voor 149 euro heb je een jaar lang toegang tot onze online trainingsvideo's. Alle Facebook trainingen in het Advertising Heroes kantoor in Huissen. En de webinars. Ons Facebook forum voor al je vragen en opmerkingen. Deze training is zowel voor beginners als voor gevorderden. We beginnen met de basis en we eindigen met een effectieve Facebook strategie voor ondernemers. Ben je ook geïnteresseerd? Ga dan naar onze site en koop de training. Graag tot ziens bij Advertising Heroes. Ja, daar zijn we weer. Kijk, ja, leuk. Ik zag even de reacties. Bart geeft aan borrelnoot. Ja, we hebben kaarsstengels, Bart. Maar je mag best borrelnoten komen brengen, want het is altijd lekker. Daar zijn we altijd wel blij mee. En van Mike, klopt, ik heb mijn nieuwe Zendung mit der Maus shirt gekregen. En die heb ik gekregen van mijn vriendin. Nou, ja. Gaaf. Ja, mijn vriendin zorgt voor de kleren die ik echt leuk vind. Weet je, je hebt natuurlijk, je weet ook wel dat ik bij BNI, gewoon nu allemaal weer stripshirts draag. Ja. Maar moet kunnen, toch? Ja, dat hoort erbij. Ja, vinden we ook, dat hoort erbij. Dus dat doe ik wel. Dus kijken wat jullie hiervan vinden. Om mijn nieuwe, mooi hoor. Ja. Goed gedaan, Maaike. Ja, zo Maaike, helemaal goed. Hey, we zijn bij het volgende onderdeel aangekomen en dat wordt hartstikke leuk. Want wat houdt het precies in? Je ziet hier de pingwing. De pingwing. Moet ik even hier naar wijzen? Want ik moet. Kijk, zie je dat? Oh ja. Als ik jou voor. Ja, moet ik daar naar wijzen? Die. Daar. Ja, okay. Daar. Ja. Ja. Het is eigenlijk een spel, Pingwing Adventure. Ik ga het even één keer voordoen. Doe het één keer. Ja, zal ik even voor één keer, want ik kan me voorstellen. Moet je. Kijk, klink even erin. Moet dat met dat of met dat? Ja, met deze. Oh. Dit is puur sier. Ja. Oh, sier. Sier, ja. Sier. Het is gewoon fake. Ja, televisie. Fake, hè? Ja. Televisie, alles is fake hier op tv. Ja. Nou, wat er eigenlijk is, als je de meeste punten krijgt, dus door het verzamelen van de visjes, en de joystick, deze linker, naar voren houden. En op de X kun je dan springen. Oké. Okay. Naar voren, naar links, naar rechts gaat hij bewegen. Ja. Maar je moet die molslopen, moet je dus ontwijken. Kijk, en nou komt hij. Dat lukt mij ook niet altijd. Oh, kijk. Oeh, jammer. Want deze moest ik eigenlijk hebben. Het hartje. Maar dat kun je dan pakken door te springen. Ja, te springen. En dan kun je, dan wordt het of een wolkje en dan... Die ding moet je er ook vanaf blijven? Ja, moet je vanaf blijven. Kijk, je ziet mij een beetje zigzaggend. Ja. Maar vooral met de joystick naar voren blijven drukken, want dan maak je speed. Dat zie je bij die XP, die zie je nu rechts in beeld. En als ik naar beneden ga, kijk, zie je die speed meteen afnemen. Ja. Maar het duurt even dat die snelheid is. Ja. Het is een spelletje uit 1983. Leuk. En het is van de MSX-computer. En alle MSX-leden weten nog wel, of degene die het hebben gehad, wat het precies was. Maar het leuke is dat je dit soort spelletjes nu gewoon online kan spelen. Oké. Dus dat is... Alles langspeelplaat, vinyl. Precies. Alles, en de cassettebandjes. Alles komt weer terug. Dus, nou, dit is het een beetje. Ik ga deze nu even afsluiten, want anders is het natuurlijk niet eerlijk, hè? Niet eerlijk. Nee. Ik bedoel, het moet wel goed gebeuren. En dan... Even kijken, ga ik hem even hier weer even laden voor jou. De X is springen en links, oké. Ja. Hoppakee. Moet ik hier ook iets mee met links en rechts? Nee, daar hoef je niks mee. Nee, dat is meer voor de geavanceerde spellen. Maar, nou, vooruit. Ik had er helemaal niks meer voor. Met die nee, hè? Nou, maar nee, nu, maakt niet uit, niet maar nu gaat het gebeuren. Ja. Nou, vooruit. De allereerste keer. Push space. Ja, dat is ja. Komt en, dan, en nou nog een keer, level 1. Ja, en, nou, succes. Ja, dank je. Pingwing Adventure met Pieter komt van der Venne. Oh.
Ja. Kijk, oh ja, ben ik vergeten te vertellen. Je ziet een distance meter en je moet binnen de tijd moet je de goal bereiken. Ja, oké, maar ja. Nou ja, maar dat gaat jou lukken, want nou, je bent echt een geboren gamer, zie je gewoon. Je staat nu al op 5 visjes. Kijk, daar ga je. Nou, blij op die X blijven drukken. Oh, sorry, ja. Oh, ja, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik trouwens ook niet, hoor. Dat oh. Ja. Dat is het nadeel als je als eerste in dit favoriete programma komt. Nee, nee. Ja, Pieter is een natuurtalent, schrijft Maaike. Ja, je bent echt een natuurtalent. Je hebt gewoon stiekem vorige week een MSX gekocht en je bent bezig gamen. Nou, ik heb toch niks te doen. Ah, daar komt dus de finish. Ja, 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 ja. Nou, dus de eerste. Ja, de eerste. Nou, even snel proosten op... Ik ben de eerste. Ja, eerste. Maar nou, je gaat verder, hè? Oh, moet ik verder? Ja, dit kan nog een uur duren. Nee, dat zal meevallen. Nee, gaat duur door naar stage 2. Ja, 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 ja. We gaan net zo lang door totdat jij... Tot ik af ben. Oké, hoe lang hebben we? Nee, maar ik vind het mooi, want ik hoop dat jij dit spel helemaal gaat winnen. Ja, ja. Ondertussen doe ik even zo. Ja. Ja, dat gaat... Kun je het nog wel goed zien? Jawel, ik kan het zien. Oh, mooi. Want de bril mag het schild geven. Kan ik ook een beperkt aantal keren springen? Of, Nee hoor, nee, je mag onbeperkt springen. Oh, ja, dat is een soort aanbieding. Ja, je wordt nu al hier wordt geroepen, jij moet in de Hall of Fame. Hall of Fame? Ja. Oh, oh ja, nou, ja, gewoon eruit springen. Daar ben je niet tegen de zee op de X een paar keer drukken, denk ik. Ja. Oké, gaat hij, hè? Dan gaat hij weer. Kun je trouwens verzekeren tegen verlies, of niet? Jezus, ja, dit gaat beduidend minder, maar dat is natuurlijk een stukje lastiger dan. Ja. Nou, ik druk het. Ah, Dion kijkt ook. Heb ik mijn auto gekocht bij Evers. Goeie zaak. Ook even promotie voor autoserviceevers.nl. Dat mag best gezegd worden. Goeie service. Ja, dit is heel belangrijk, goede service. Nou, vooral bij een autodealer. Bij verzekeringen ook wel eigenlijk. Ja. Want polisje verkopen kunnen we allemaal. Ja, nee, maar dit is echt topzaak. Ja, nou, je bent goed bezig hoor. Je bent nou, je hebt 30 visjes. 30 visjes. Ja, weet je, die pakt niemand jou nu af nee, op dit moment. Nee, dat zijn mijn visjes. Dat zijn jouw visjes. Op dit moment ook. Ja. Ja. Nou, vooruit. Ja. Maar hoe vind je het dat je gewoon met iets speelt wat meer dan na 35 jaar oud is gewoon? Nou ja, ik heb net op iets gespeeld dat is ook meer dan 35 jaar. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. Ik heb geen idee wat we hier tegen. En dan wanneer de graphics ook, hè? Ja, joh. Leuk, man. Oh, nee. Ah, nee. Ja, deze is moeilijk, hoor. Nou wordt die... Veel ijs. Je zie je dat als het ijs is een stuk moeilijker gaat, hè? Ja, het ligt gewoon aan de kleur. Denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, is dat toch iets? Oh, dan moet je ontwijken, hè? Ja, dat moet die moet je hebben, maar... Nee, die moet je echt ontwijken. Ja. Ja, dit is toch een stukje... Het is een stukje high-tech. Ja, nu wordt het. Ja. Nou, hij zit wel op 39 visjes tot nu toe. Ja. Toch geweldig, dit.
Nou, je zit, je bent echt waar. Je visquotum is gewoon top. En nou probeer deze te redden, want je hebt nog 63 seconden. En je moet nog 150 meter afleggen. Dus het is toch wel een dingetje nog, hoor. Dit is een uitdaging. Ja, en nu komt de spanning natuurlijk, hè. Ga je dit, gaat Pieter het redden? 48 seconden en 100... Nou, zo niet natuurlijk. Nee. Ja. Ik ging er duidelijk langs af. Kijk, nee, zie je? Je moet wel springen. Nee, dat is... Nee, ja, nee, dat zie je. Nou gaat hij... Oh, nou wordt... Dit wordt spannend, hoor. Ga je redden of niet? Nee. Oh, ja. Oh, nee. En dan moet je... Nou gaat hij vuur afspelen. Oh, ja, dood. Oh, ja. Ja, dood. Ja. God bless you. Nou. Ja, nog een keer. Aan de kant. Ja, nou... Ja, en nou snel... Ja. Volgens mij heb je daar nog eentje. Je moet proberen zoveel mogelijk te stampen dat er een scheur in komen. Dat die monster door het ijs zakt. En ondertussen moet je ook alle dingen ontwijken. Oh. Nou floot hij. Nou is hij echt... Nou is hij gefloot. Nou, je hebt 3590 punten. Dit is game over. En mooi is dat je nu op de Hall of Fame op nummer 1 staat. Ja, precies. Voorlopig. De komende week. De komende week staat. Dat kun je tegen vrienden en kennissen gewoon vertellen. Dus dat is toch wel een dingetje. Maar wat vond je ervan? Ja, vond me leuk. Ja, hè? Vond me leuk om te doen, ja. Ja, hè? Ja, dus, kom ik graag nog een keer voor terug. Ja toch? Nou, om het zeker te verbeteren. Nou, ik zit even, er worden de gouden pingwing-ei zitten te denken aan het eind van het jaar. We gaan een bokaal maken. Ja. En dat wordt een bokaal. Laat ik zeggen, misschien heb je veel prijzen gewonnen in het leven? Nou ja, muziekdingen vooral. Oh ja. Ja. Muziekdingen. Oh ja. Ja, muziekprijzen. Nou, maar ik denk dat als je de gouden ei wint, dat overtreft alles. Dat overtreft alles, hè? Ja, top man. Nou, ik kijk ernaar uit. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, even kijken. Nou, even, want we willen natuurlijk alles heel goed doen. Even een volgende gasten. Wat kan beter tijdens deze uitzending? Even een kritische oogpunt of... Ik heb eigenlijk helemaal niet zo zitten letten op de uitzending. Nee. Ik vond het wel heel ontspannen en zo. Ja, dus eigenlijk... Lijkt me wel, dus gewoon... Ik zit te denken om hier tegenover nog een tafeltje te zetten van een week. Want zo zit ik nu te denken. Van week komen er dus 2 gasten. Oh. Dus dus meteen een nieuwe uitdaging. Dus kijken hoe we dat gaan doen. En meteen een mooi linkje naar de volgende week. Want dan hebben wij Erik Doornink en Anita Pijnappels van watwerktvoorjou.nl. Oh ja. En die gaan dan iets vertellen over wat werkt voor jou. Een persoonlijke leiderschapsreis. Kun je alvast even kijken. Maar die zijn volgende week eigenlijk aan de beurt. Leuk. Hey, en als mensen met jou een kop koffie willen drinken, hoe kunnen ze dat doen? Nou, bellen. Ja. Tinder. Tinder. Nou, dat zet ik helaas niet op. Nee. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer, hè? Ja. Maar bellen kan, mailen kan, appen kan, alles kan. Perfect, dan gaan we even, want dat is het Assurantie Plushuis. Assurantie Plushuis. Pak me even weer erbij, want dat is wel mooi, denk ik. Op het Assurantie Plushuis. Ja, zeker. Nee, want dat, eigenlijk is dat wel, we gaan even googlen. Want dan kunnen mensen dat ook doen. Assurantie, ja, ik zie het nu niet, maar ach, Google die corrigeert alles. Staat hij meteen hier? Ja, kijk, meteen bovenaan. Bovenaan, zo hoort het. Ja, zo hoort het. Nou, Assurantie Plushuis. Even kijken. En dan kijken of ik deze nog even iets groter kan maken. Want wees heel eerlijk, dit is toch super om met jou een kop koffie dan te drinken. Nou, zeker. En nogmaals, we bekijken zaken echt van een andere kant. Ja. En blijkbaar. Hey, is dat jouw 06-nummer? Dat is mijn 06-nummer. Oké, okay, nou, omdat erop staat, mag ik het ook zeggen. Dat mag je toch zeker zeggen. Ja, dus bel Pieter. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Ja, dat heb ik gezegd en dat doe ik ook. Ja. 06-8238-3610. 06-8238-3610. Als je verzekerd wil zijn van een goede polis. Ja, en verzekerd wil zijn en rustig wil gaan slapen en zo. Ja. Maar ook, weet je wel, mensen die zitten vaak ook zoiets van... Oh, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Nou, ik denk, ja, weet je wat, bel gewoon. Als je denkt dat je ergens mee zit of dat je denkt van... Nou, hoe zou dit nou behandeld kunnen worden? Ja, geen dat kan pijntjes kwalen. Nee, precies. Maar voor de verre rest, verzekeringstechnisch kan het allemaal. Ja, nou, top man. Ja, nou, zeker. Gewoon jou bellen en over deze knop. Oh, wat gebeurt hier als ik hier op klik? Dan
krijg je... Kijk, hoe nou makkelijk. Ja, mooi toch? Krijg afspraak je maken. Een, ja. Nou, ik zou zeggen gewoon doen. Gewoon doen. Hey, wij drinken ons biertje even gezellig op. Gaan we doen. Proost. Proost. Goed weekend. Jullie nog een heel goed weekend. Ja, goed weekend. En tot volgende week.